Hoe slecht zijn we eigenlijk in elkaars emoties aflezen? Dit is de Universiteit van Nederland. Dank u wel. Mag ik u vragen wat te doen? Namelijk even de ogen te sluiten en voor te stellen, echt voor je te zien, een gezicht dat boos kijkt. Niet schrikken, maar echt zie het gezicht gewoon helemaal duidelijk voor je. Een gezicht dat boos kijkt. Gelukt? Ja? Nou, voordat dit in een soort zen-toestand verandert. Ik kom hier zo dadelijk op terug. Het herkennen van emoties in gezichten, gelaatsuitdrukkingen herkennen, is voor ons mensen heel erg belangrijk. Wat we herkennen in een anders gezicht qua emoties, kan ons zoveel vertellen over wat die ander wil gaan doen. Of die ons slecht wil doen, of die ons goed wil doen, of die blij is of niet. Als iemand angstig is en die kijkt naar mij, dan zal die wel angstig zijn van mij. Maar als iemand angstig is en naar de zijkant kijkt, dan zie je dat mensen ook meteen daar naartoe kijken, want blijkbaar gebeurt daar iets. Emoties hebben een hele duidelijke functie daar. Emoties hebben, dat wordt ook al gezegd, hebben een heel duidelijke expressieve functie. Ze maken duidelijk, met mijn gelaatsuitdrukkingen, de emoties die je daarin ziet, kan je wat zeggen over hoe ik me op dit moment voel, wat dus belangrijke informatie is. Maar ze hebben ook een heel duidelijke regulerende functie. Op het moment dat ik naar mijn baas ga en die vraag ik om een week extra vakantie, en ik zie dat hij eigenlijk daar vrij emotieloos op reageert, dan kan ik daar meteen mezelf op aanpassen en nog een week extra vakantie vragen. Stel je voor dat ik naar mijn baas ga en ik zeg een week extra vakantie en ik heb het amper uitgesproken en ik zie zijn gezicht al helemaal op onweer staan. Nou, 2 dagen zou ook al mooi zijn. Het reguleert ons contact. Dus het is superbelangrijk dat we dat met elkaar kunnen doen. Je ziet ook als mensen met elkaar gaan communiceren zonder die mogelijkheid, e-mail, dan lijkt er uit het niks, lijkt er opeens iets te ontstaan dat we die emoties toch bij elkaar kunnen lezen. Emotion icons, emoticons, zoals deze. Wat is dit nou? Een punt, komma, een punt en een haakje. Maar we zien een lachend gezicht met een knipoog. Of een sip gezichtje. We hebben maar heel weinig input nodig in ons brein om al zo'n emotie te herkennen. We weten ook dat we een gezicht wat een bepaalde emotie uitstraalt, hoeven we maar heel kort aan te bieden voor mensen om bijvoorbeeld een emotie te herkennen. Met name angst. Angst op het gezicht van anderen. Wat natuurlijk heel belangrijke informatie voor ons is. Dat herkennen we heel snel. En wat ik heel boeiend vind, dat een medium als e-mail, waar dat dus eigenlijk niet in zit en waar je die regulerende functie van die emoties niet hebt, dat we dat dan zelf creëren. Met de toetsen van ons toetsenbord, de tekens daarop, gaan we zelf emoties creëren. We hebben al eerder gezien dat we emoties echt maar heel weinig signaal nodig hebben om emoties aan stopcontacten toe te schrijven. Om te kunnen praten over boze stopcontacten versus verbaasde of verdrietige stopcontacten. En het lijkt er ook op dat die emoties die we dan toeschrijven, dat die heel erg universeel zijn. Universeel in de zin dat we die met z'n allen ook herkennen. Dus ik heb hier een setje foto's van een database van gezichten die wij aan de Radboud Universiteit ontwikkeld hebben. Die veel gebruikt worden voor onderzoek. Dit is Oliver Langner, ook een collega waarmee ik heb samengewerkt. Die hier een neutraal gezicht trekt. Nou, u kunt zelf gaan uitzoeken waar het neutrale gezicht zit. Maar die ook de verschillende basisemoties hier vertoont. Hij lacht, hij kijkt boos, hij kijkt verdrietig, hij kijkt een beetje minachtend. Hij kijkt een beetje walging, disgust. Daar zit een neutrale. Hij kijkt angstig en hij kijkt verbaasd. Paul Ekman, die heel veel onderzoek heeft gedaan naar gezichten, gelaatsuitdrukkingen en emoties, die heeft heel minutieus in kaart gebracht welke spieren in het gezicht allemaal precies betrokken zijn bij het uiten van welke emoties. En dat blijkt heel erg overeen te komen tussen mensen. Dat is behoorlijk universeel. Paul Ekman is ook in allerlei andere culturen gaan kijken. Stel dat je naar culturen gaat die nog amper in aanraking zijn gekomen met westerse gezichten. Kunnen die dan op een westers gezicht ook bepaalde gelaatsuitdrukkingen herkennen?
Nou, dat gaat heel erg goed. Dat lijkt heel erg universeel te zijn. En dat het idee erachter is dat dat ook komt omdat het zo ontzettend belangrijk voor ons is. Blinde mensen die nooit bepaalde gelaatsuitdrukkingen hebben gezien, zullen die gelaatsuitdrukkingen toch vertonen. Dus dat lijkt voor een deel gewoon echt helemaal in ons te zitten. Nou, ik heb hier een filmpje van een beroemde schaatser. Die hier, dus moet u maar eens even heel goed kijken, die allemaal prachtige emoties laat zien. Hier kijkt Sven Kramer serieus. In Sochi. Nou, dit is duidelijk, hè? Hele grote blijdschap. Daar komt de koning. Nu krijg ik nu een hele serieuze blik. En dan weer een soort blijdschap, maar ook respectvol. We kunnen zoveel uit dat gelaat aflezen. En dat herkennen we ook heel sterk met elkaar. Dat lijkt universeel te zijn. En we lijken dan ook tot de conclusie te komen als wetenschappers van wij zijn heel goed in het aflezen van emoties bij elkaar. Dat is universeel, gaat over alle culturen heen, is aangeboren en daar zijn we gewoon heel goed in. En toch gebeuren er interessante dingen. Het zal niet. Wat meer recent onderzoek laat zien. Ik ben zelf betrokken geweest bij onderzoek met Gijs Belstra en anderen, die hier zo dadelijk ook op de foto staat. En wat we bij dat onderzoek hebben gedaan, is dat we proefpersonen hebben gevraagd om zo snel mogelijk emoties te herkennen. En in dit onderzoek bijvoorbeeld kregen proefpersonen foto's één voor één, zoals deze, te zien. En proefpersoon kreeg vervolgens de opdracht om aan te geven, is deze persoon nu boos? Of is deze persoon verdrietig? Zo snel mogelijk aangeven. Boos gezicht of verdrietig? Nou, dit is natuurlijk boos. Maar zo kregen ze heel veel foto's. Boos, verdrietig, boos, verdrietig, boos, verdrietig. Die foto's, die emoties, die werden vertoond door of een mannengezicht of een vrouwengezicht. En dan kom ik even terug bij mijn vraag aan het begin van het college. Ik vroeg u de ogen dicht te doen. Dat vroeg ik aan jullie. En het gezicht voor de geest te halen. Echt figuurlijk voor de geest halen. In alle eerlijkheid, wie had een mannengezicht? Ja, dat is de overgrote meerderheid. Wie had een vrouwengezicht? Echt enkelingen. Dat is interessant. Nou, we weten uit onderzoek dat boosheid is meer geassocieerd met mannen dan met vrouwen. Verdriet is meer geassocieerd met vrouwen dan met mannen. Gijs Belstra heeft ook in onderzoek heeft die mensen gevraagd, stel je voor een verdrietig gezicht, dan hebben meer proefpersonen een vrouw in hun hoofd dan als je vraagt, stel je een boos gezicht voor. In dit onderzoek moesten de proefpersonen dus zo snel mogelijk herkennen, is het de verdrietige emotie, moesten ze de verdrietknop indrukken of is het de boos emotie. En wat blijkt, mensen zijn sneller om boosheid te herkennen op een mannengezicht en sneller om verdriet te herkennen op een vrouwengezicht. Dus daar zie je al, onze eigen oordelen over wat meer met mannen geassocieerd zou zijn of wat meer met vrouwen geassocieerd zou zijn, dat beïnvloedt hier de snelheid van het herkennen van emoties. Dat maakt het iets minder universeel, maar niet minder interessant wat dat betreft. Daar zie je dus weer ook dat we onszelf daar ook meenemen in het herkennen van die emoties. Een ander mooi voorbeeld, en dat zien we in het volgende plaatje. Dat is onderzoek van AVJZ en anderen. In dit onderzoek hebben ze gezichten genomen van Paul Ekman. Van Paul Ekman zijn onderzoek naar gelaatsuitdrukkingen in gezichten. En dit gezicht, dat is het unieke, dit is een gezicht wat dus volgens Paul Ekmans onderzoek, en wat je ook heel duidelijk ziet als je naar het gezicht alleen kijkt, helemaal los van de context. Laat ik het jullie vragen. Welke emotie is dit? Het is walging. Het is walging. Nou, dat is ook niet een van de makkelijkste om te herkennen. Maar als je het gezicht alleen ziet, dan herkent de meerderheid van mensen, die herkent het als walging. Het blijkt echter dat afhankelijk van de lichaamshouding die je erbij doet, als daar een zakje met heel vies eten bij zit, ja, dan herkent iedereen het meteen als walging. Maar hier lijkt het toch meer richting woede al te gaan. Afhankelijk van de lichaamshouding wordt de emotie meer de ene kant of de andere kant op geïnterpreteerd. Dat lijkt ook contextafhankelijk te zijn. AVJZ heeft dat dus laten zien. Hij heeft ook, dat ik prachtig onderzoek vind, wat enige tijd geleden is gepubliceerd, heeft hij bij tennissers,
Heeft hij gekeken naar want die emoties van Paul Ekman, die zijn gemodelleerd. Iemand, een acteur, die vertoont dat. Hij heeft nu gekeken dus naar echte emoties, van tennissers in dit geval. En heel extreem, op extreme momenten. En als je dan alleen naar het gezicht kijkt, is dit een positieve of een negatieve emotie? Wie zegt positief? Handen omhoog. Wie zegt negatief? Ja, wat twijfelachtig, maar als we gaan kijken, negatief is het. Als je voor jezelf even naar de andere gezichten kijkt, positief of negatief, blijkt heel moeilijk te zijn. Blijkt echt heel moeilijk te zijn. De tekens eronder geven aan of het op een positief moment is of op een negatief moment is. Als het een hele intense emotie is, dan lijkt het lijkt wel alsof het gezicht meer de intensiteit aangeeft, dan dat het duidelijk is wat nou precies de emotie is die je hier ziet. Het lichaam, dat is het interessante. Ik sta hier weliswaar over gezichten te praten, maar het lichaam blijkt daar van grote invloed te zijn. De lichaamshouding bepaalt in grote mate of een gezicht wat dezelfde gelaatsexpressie heeft, of we dat zien als een hele positieve, intense positieve uiting, of dat we dat zien als een intense negatieve uiting. Dus daar zie je dat die context een heel belangrijke rol speelt. Onze interpretatie van de context, onze interpretatie van de lichaamshouding, beïnvloedt die emotieherkenning. Beïnvloed die we zien, beïnvloed de gelaatsexpressie die we waarnemen. Jimmy Kimmel, dat is een Amerikaanse talkshow host, die heeft het is een beetje zielig vind ik het eigenlijk, maar die roept één keer per jaar bij Halloween, als Amerikaanse kinderen de deuren rondgaan om snoep op te halen, roept hij ouders op om filmpjes in te sturen dat ze de dag daarna, dat de ouders naar de kinderen gaan, ze wakker maken of ze net uit bed gaan en dan zeggen van, sorry, I ate all your Halloween candy. Ik heb al je snoepjes opgegeten. En dan is het bedoeling dat de ouders de reacties van de filmpje van de kinderen filmen en dat opsturen naar hem. En dat is dan leuk om uit te zenden. Nou, als je ook naar die opnames van die kinderen kijkt, hier zien jullie gezichten van verschillende kinderen. En die zien er allemaal dramatisch uit, toch? Zo zie je eruit als je Halloween candy is afgepakt. Nou, wat het mooie hier is, die bovenste twee rijen, dat zijn kinderen die iets extreems positiefs te horen hebben gekregen. Extreem positief. De bovenste heeft te horen gekregen dat ze toch een puppy krijgt. En over de positiviteit hiervan kan je twijfelen, maar de onderste groene hier heeft gehoord dat ze naar Justin Bieber mag. Wat in dit geval dus heel positief is. De onderste twee, dat zijn kinderen die te horen hebben gekregen dat al hun Halloween candy is opgegeten. Zijn jullie met me eens dat als je dat niet weet, dat het heel moeilijk uit alleen die gezichten te halen is? En dat is heel interessant dat we dus eigenlijk tegenwoordig in onderzoek ook zien dat ook dat universele van die herkenning van emoties, daar waar het extreme emoties betreft, of daar waar je de context van het lichaam enzovoort meeneemt, dat ook weer voor een deel interpretatie is van onszelf. Wat we uiteindelijk zien in het gezicht van die ander. Dus de tijdelijke staat, de tijdelijke toestand, het dynamische uit iemands gezicht aflezen, dat is ook een constructie van onszelf. Precies zo als wat we al eerder hebben gezien, dat het aflezen van iemands karaktereigenschappen, de permanente staat uit iemands gezicht aflezen, ook in hoge mate een constructie is van ons eigen brein. En als we dan kijken naar al die verschillende gezichten om ons heen, gezichten van verschillende etniciteiten, mannen, vrouwen, ouderen, jongeren enzovoort. We hebben heel snel ons oordeel klaar over iemands persoonlijkheid, over iemands innerlijke gevoelens, over iemands emoties die hij ervaart. Daar zijn we razendsnel mee. Sterker nog, we hebben eeuwen onderzoek waarin we ook onderzoek hebben gedaan. Denk aan Lavater, denk aan Lombroso. Terecht onderzoek, maar we proberen dat in kaart te brengen. En wat we daar uiteindelijk van geleerd hebben, en dat is echt belangrijk om je te beseffen, is dat de accuraatheid daarvan zeer discutabel is.
En ik zou iedereen die deze filmpjes kijkt, of die hier nu vanavond aanwezig is, willen meegeven, denk daar eens aan als je heel snel een oordeel over een ander klaar hebt. Denk daaraan als je een besluit moet nemen over wie aan te nemen voor een bepaalde functie of niet. Denk daaraan als je politieagent bent en een besluit moet nemen of je moet schieten of niet moet schieten. Ik weet het, vaak zijn dat situaties waarin het heel moeilijk is om na te denken. Maar juist als het om dit soort aspecten gaat, als het om gezichten gaat, om een oordeel vormen wat soms gaat over leven en dood, als we het bijvoorbeeld hebben over politieagenten of ze moeten schieten of niet, dan kan even nadenken waar je oordeel nou echt vandaan komt en hoeverre dat nou iets zegt over jezelf en hoeverre dat daadwerkelijk iets zegt over die ander, dat kan levens redden. Dank u wel.